Toen we hier aankwamen, zagen we hem al aanrijden in een cabrio. Heeft hij ons gezien in de achteruitkijkspiegel? Diyor buraya gelirken diyor üstü açık bir arabayla geldi diyor. Bizi diyor arka aynasında diyor gördü mü diyor aynada. Vallahi mi? Neden gördünüz ya? Hij zegt echt waar, waar hebben jullie mij gezien? Ja, maar goed hè. Scherp ogen. Allah gönlüm. Hij zegt ik heb jullie echt niet gezien. Nee. Hey, goed om jou te zien. Hij gördüm. Ha bunu gördüm. Hij zegt hem heb ik wel gezien. Ja, heeft hij wel gezien. Ja, de cameraman heeft hij wel gezien. Ja. Hij heeft de cameraman wel gezien. Goed om jou te zien. Je hebt veel ogen gericht op je. Hoe was deze avond naar zijn smaak? Diyor Bahram'ın diyor tadı için diyor bu gece diyor nasıldı? Nasıl geçti? Çok güzel geçti ya. Çok eğlendim. Bütün sevenlerimle, fanatlarımla, fanlarımla görüştüm, resim çekildim herkesle. Çok mutlu oldum. Benim için çok güzel bir geceydi. Hij zegt het was een geweldige avond. Hij zegt ik heb veel van mijn fans gezien. Ik heb met veel mensen foto's kunnen maken, handtekeningen kunnen uitdelen. Dus het was heel erg geweldig. Blijft de Golden Wolf, blijft hij nog even in Nederland of gaat hij alweer gelijk terug naar Azerbeidzjan? Diyor burada mı kalacaksın diyor yoksa Azerbaycan'a mı döneceksin ama sen Almanya'ya gidiyorsun değil mi? Ya şimdi Almanya'ya gideceğim. Almanya'da antrenmanlarına devam edeceğim. Maça kadar burada olacağım. Hij gaat naar Duitsland en in Duitsland gaat hij in trainingskamp om te gaan trainen. Want het is al over 4 weken, dus hij blijft in Duitsland en dichtbij, toch? Ja, hij blijft in Duitsland dichtbij. Ja, dat kan ik. Ben gideyim. Hij zegt als jullie gaan praten dan ga ik wel weg. Maar dat is zo. Ja, sorry. Als zij hem vragen vandaag nog te vechten, doet hij dat dan? Eğer diyor şimdi dövüşmek için diyor Bahram'ı çağırsalar dövüşür mü? Hazırım çıkıyorum. Let's go. I'm ready. I'm ready, boy ready. Hij zegt ik ben klaar, laten we let's go. Reacties van het publiek, dat moet hem niet ontgaan. Iedereen wil een piece van Bahram hebben. Voelt hij dat zelf ook zo? Diyor insanların diyor sevgisi diyor Bahram'ın gözünden kaçmıyordu diyor. Herkes diyor Bahram'dan bir parça istiyor diyor. Biliyor musun? Kendi de diyor böyle hissediyor mu bunu? Tabii herkes çok şey istiyor benden ama ne bileyim o zaman çıplak kalırım. Hiçbir şey veremem. Sadece kazancımla onları sevindirebilirim. Bu kadar. Hij zegt, ze willen, ja inderdaad, zegt hij, mensen willen heel veel van mij. Maar hij zegt, als ik alles aan hun geef, dan ben ik helemaal naakt. Dus dan, juist, ben ik helemaal gestript. Dus hij zegt, het enige wat ik kan doen, is als ik win, zegt hij, dan is mijn winst voor hun. Zijn tegenstander liep hier ook vandaag rond. En dan hebben we het over Mr. Cool, Ibrahim Elbouni. Heeft hij hem gezien? Ibrahim Elbouni, diyor, o da burada dolaşıyordu bugün. Onu gördü mü, diyor. Tabii gördüm, gördüm. Çok terbiyeli, efendi çocuğu. Ama tabii bu iş, yani ringin içindeki, ben tanımam kim olursa olsun. Ringin içi başkadır. Ama ringin dışında kardeşimdir. O başka, çok terbiyeli, efendi çocuk. Ona saygı duyarım ama ring başkadır. Hij zegt, ja, ik heb hem gezien, zegt hij. Hij zegt, buiten de ring om is het een hele beleefde, hele aardige jongen. Het is net het is een broer van me. Hè? Maar hij zegt, in de ring ken ik niemand. Dus dan maakt het niet uit. Maar hij zegt, buiten de ring is het een hele jongen. Ik heb heel veel respect voor hem. Heeft hij ook respect voor hem als vechter? Mr. Cool, die, nou, een jaartje geleden zou hij voor de titel gaan vechten. Dat is niet zomaar iemand. Ja. Bij Cool, duur, een lakabe oymuş. Ibrahim Elbouni in lakabe, bij Cool. O ne? Bij, yani artist, yani bij Cool, yani bij artist, soğuk. Ha, ha. Soğuk. Aynen. Diyor, onu diyor bir sene önce şey için dövüşecekmiş, ne diyor, ring için yani. Titel için dövüşecekmiş. O zaman diyor ringin içinde de diyor ona karşı diyor bir şey düşünüyor mu? Yani ona onun hakkında diyor ringin içinde diyor ne düşünüyor o zaman? Ringin dışında iyi kardeşim diyorsun. Ringin içinde ringin ne diyorsun? İçinde de güzel dövüşü yani sağlam dövüşü. Kötü değil. Elleri güzeldir ama o benim açığımı yakalamaya çalışacak. Ama o bilmiyor. Ben her zaman rakibimin maçın değil kendi maçımı izliyorum. Kendi açıklarımı bulup onları kapatıyorum. Rakibin nasıl dövüşüp dövüşmediği benim umurumda değil. Ben her zaman kendi maçımı izleyip kendi şeylerime bakıyorum. Açıklarıma bakıyorum. Hij zegt, ja, hij zegt het is een goede vechter, dat weet ik. Hij heeft ook voor de titel gevochten. Maar hij zegt, wat voor mij belangrijk is, zegt hij, ik kijk nooit naar de gevechten van mijn tegenstanders. Ik kijk altijd naar mijn eigen wedstrijden. En ik probeer mijn eigen fouten te dichten. Niet, zegt hij, op basis van mijn tegenstander. Ik probeer mezelf te verbeteren. En niet dat ik mijn strategie ga aanpassen tegenover mijn tegenstander. Hand in eigen boezem. Hij wil zelf beter worden. En hij kijkt naar zichzelf. Laatste vraag in die camera. Waarom zouden mensen een kaartje moeten kopen om jou in actie te zien op 8 juni? Son soru diyor. Kameranın içine yaparsan sevinirim. 8 Haziran'da insanlar niye seni görmek için bir bilet almalı? Çünkü çok güzel bir şey olacak. Yani büyük
ağır sikletteki Grand Prix'den daha güzel geçeceğini düşünüyorum. Ve çok güzel bir atmosfer olacak. Güzel bir show olacak. Ama gerçek bir show. Ook in die camera dan. Hij zegt, het gaat een hele mooie show worden. Het gaat een heel reële show worden, een echte show. Hij zegt, het gaat nog zelfs beter dan de Heavyweight Grand Prix worden. Dus koop je kaartjes voor 8 juni.